Nou, hier staan ze, de drie rivalen. Hoe gaat het, heren? Ja, hartstikke goed. Heel leuk congres. Veel bekende mensen en erg leuk om genomineerd te zijn. En natuurlijk erg benieuwd om vanmiddag mee te maken of wie er gaat winnen van ons drieën. Ja, want jullie staan nu nog gemoedelijk naast elkaar, maar als een van jullie wint en de ander verliest, wordt het dan haren trekken en bier gooien? Ja, het wordt sowieso bier, maar we gaan er niet meer gooien. Dus de ene zal zijn succes vieren en de ander het verdriet verdrinken, denk ik. Heel goed, hoe schat je je kansen in, Wiebe? Ja, ik heb echt geen idee. Ik ben positief, maar er staan hier een paar andere hele goede ondernemers. Dus ik heb geen idee. Jullie mogen het zeggen. Jullie zijn drie zwaargewichten in deze klasse. Wat gaan jullie doen als je gewonnen hebt? Nou ja, geen idee. Ik hoop dat ik win. Als ik win, dan gaan we dat natuurlijk vieren. Maar nogmaals, mocht ik niet winnen, dan denk ik dat het verliezen van deze twee heren naast mij ook een hele mooie dag heeft. En dat er op dit moment drie hele mooie bedrijven staan die deze regio ook absoluut sterker maken. Jullie hebben net een mooie oorkonde gekregen. Dat is natuurlijk ook al een eer op zich eigenlijk, hè? Ja, het is een super mooie oorkonde en dat is ook eigenlijk de erkenning die je ervoor krijgt en kan delen met de andere collega's binnen het bedrijf. Want ja, alleen doen we niks. Dus ik ga het succes zeker delen mocht ik winnen. Heel mooi. En jullie gaan zo meteen de zaal in. Hoe zitten jullie daar straks toch al met een klein kriebeltje in je buik? Ja, ik denk op het laatst wel. Ja, natuurlijk. Ja, dan wordt het even spannend, maar ik heb wel zin aan. Ik vind het wel leuk kijken wat Jort Kelder nog wat te zeggen heeft. Ik vind het wel leuk. Ik heb er zin aan.